Welkom bij deze speciale aflevering van ADO TV, die geheel in het teken staat van het 60ste internationale ADO Den Haag jeugdtoernooi op 31 mei en 1 en 2 juni in het Kyocera Stadion. In deze uitzending de volgende onderwerpen. John van Zweden trots op deelname Swansea City. Karel Jansen Senior Award voor beste speler. Sponsors stellen zich voor. En NL Drift Series gelijktijdig met ADO Den Haag jeugdtoernooi. Voor het eerst in de geschiedenis van het ADO Den Haag jeugdtoernooi zal ook het Engelse Swansea City deelnemen. Veel voetbalfans kijken uit naar de openingswedstrijd van de plaatselijke trots tegen het jeugdteam uit Wales. En wel één persoon in het bijzonder. Swansea City-eigenaar en ADO Den Haag-fan in hart en nieren, John van Zweden. Aankomend weekend het 60ste ADO jeugdtoernooi met volgens mij een hele lastige tegenstander voor ADO Den Haag. De eerste wedstrijd, mooi hè? Vrijdagavond 6:30, Swansea City tegen ADO. Hoe kijk jij daarnaar uit? Nou, dat is natuurlijk voor mij eindelijk ook weer een soort droompje wat uitkomt. Ik ben al een jaar of acht tegen Paul van Litten aan het zeiken steeds van, joh, Paul, nodig mij nou eens een keertje uit. En dit jaar is het inderdaad zover gekomen. Paul heeft me uitgenodigd en wij komen met de under-19's naar het ADO-toernooi. Trots? Ik ben zeer trots. Ik ben ook heel trots dat het de eerste wedstrijd is. Dat het een mooi tijdstip is. Dat veel mensen kunnen komen kijken. En moet je luisteren, voor mij altijd moeilijk. Een ooievaartje en een zwaantje. Ik bedoel, kijk, ik ben tevreden als het zwaantje niet verliest. Laat ik het daarop houden. Ja, dat is natuurlijk een heel een politiek antwoord. Maar ze staan wel tegenover elkaar daar. Ja, ik hoop dat Swansea wint. Mag rustig weten. Ik bedoel, ik zou het hartstikke leuk vinden als Swansea daar wat op dat toernooi precies zit. Er zijn een hoop nieuwe jongens bij. Hè. Het seizoen is voor ons afgelopen. Dus we zijn met een hoop jongens die vorig jaar nog niet bij Swansea speelden, die nu dit jaar bij ons komen voetballen. Een jonge ploeg hebben wij. En ik ben ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Is het misschien ook een mooi moment om het in het verlengde, die samenwerking tussen ADO Den Haag en Swansea, ja, nog verder uit te breiden? Nou ja, dat hoop ik wel. Ik bedoel, kijk, iedereen weet dat ik daar een heel groot voorstander van ben en dat beide clubs daar profijt van kunnen hebben. Ik denk dat ADO Den Haag op dit moment zelfs nog meer profijt van Swansea kan hebben als de andere kant op. Hè. Ik bedoel, de fans gaan naar elkaar toe. Er komen heel vaak ADO-supporters naar Swansea kijken, hè, zeg maar wekelijks. Maar er komen ook heel veel Swansea-supporters naar ADO kijken. We hebben nu een internationaal jeugdtoernooi, maar we hebben ook een internationaal fan-toernooi. Hè. Daar doet Swansea ook aan mee en doet ook Legia en Club Brugge en ADO mee. Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk als je niet alleen die banden van de supporters, maar als je natuurlijk ook op het veld er wat wijzer van kan worden. En dat is natuurlijk een mogelijkheid. Vanuit jouw jeugd, hoe kijk jij terug op het jeugdtoernooi? Heb je daar goede herinneringen aan? Ja, ik kan me herinneren dat ik vroeger met mijn vader vanaf de Perkrugelaan waar ik geboren ben ieder jaar naar het ADO jeugdtoernooi ging. En dat was gewoon het allermooiste jeugdtoernooi wat er was. Er was geen enkel jeugdtoernooi in heel Nederland wat beter is als het jeugdtoernooi van ADO. En ik ben super blij dat er weer allemaal terug is gekomen. Hè? Dat er toch weer de financiële middelen gevonden zijn om het nu in het stadion te gaan doen. Moet nou zelf behap worden. Dus ik hoop dat de organisatie niet een top toernooi, maar een super top toernooi hier hebt. Met een hopelijke winnaar uit Wales. Na afloop van het toernooi wordt voor de eerste keer de Karel Jansen Senior Award uitgereikt aan de beste speler van het toernooi. De in 2008 overleden Karel Jansen is een bekende naam in het voetbal. Jansen begon zijn voetbalcarrière bij DAC en Scheveningen Hollandsport en kwam 10 seizoenen uit voor ADO Den Haag. Hij speelde meer dan 300 wedstrijden bij de club. In 1961 richtte Jansen de VVCS op, de Vereniging van Contractspelers, waar hij zich met name bezighield met het verbeteren van het transfersysteem, het regelen van arbeidscontracten en de oprichting van het pensioenfonds CFK. In 1995 richtte de zoon van Karel Jansen senior, Rob Jansen, sportpromotion op. Samen met broer Karel Jansen junior bouwde hij dit bedrijf uit tot een gerenommeerd sportmanagementbureau die de belangen van meer dan 80 voetballers en trainers behartigt. Rob en Karel Jansen junior aan het woord. Ja, Rob Jansen, hoe is het idee ontstaan van de Karel Jansen Senior Award? Nou, die verraste ons enigszins, omdat er al een award was en nog steeds is voor onze vader, voor de beste speler van ADO Den Haag. Die heet ook zo. En toen werd Karel gebeld door Gert-Jan ja. Leidekker, ja. Als het me niet vergis. En die had het lumineuze idee om het ook aan het jeugdtoernooi te koppelen, omdat dat weer opgestart wordt, gelukkig. Ja, gelukkig. Is dat belangrijk voor het voetbal of voor ADO Den Haag dat toernooi weer terug is? Ik denk het wel, ja. Het was vroeger een heel beroemd toernooi. Grote ploegen hebben daar aan meegedaan. Bekende spelers zijn doorgebroken. Werd heel goed bezocht
Door geldgebrek is het toen gestopt en nu is het weer terug. Ik denk dat de club daar heel blij mee zal zijn. Karel Jansen junior, nu dus een award voor jullie vader. Is dat iets waar jullie trots op kunnen zijn? Ja, we vinden het alle twee heel eervol. En ik denk dat pa boven hiervan geniet. Hij heeft zelf nog meegemaakt de Karel Jansen award. Hè, wat erop zegt inderdaad bij het eerste elftal. Maar dit bij de jeugd, dat past eigenlijk precies in het beeld van zijn hele carrière. Hè, het brengen van talentvolle spelers naar een volwaardig bestaan als profvoetballer. Dus ik denk dat dit heel bijzonder is. Ja. Ja, zelf dus profvoetballer geweest, 10 seizoenen bij ADO gespeeld, 300 wedstrijden. Wat voor voetballer was uw vader? Hij was een bezeten speler. Hij was ook aanvoerder in die tijd, dus is dat geworden. Hard. Dus veel kracht zette hij. Een voorbeeld voor anderen, denk ik. Een soort Jan Woutersachtige speler, denk ik. En met jullie bedrijf, hè, jullie zien natuurlijk dagelijks de spelers van nu, de talenten van nu. Is er veel veranderd qua spelersmentaliteit of hoe het gaat? Ja, dat is nu niet meer te vergelijken. Dat is een heel andere wereld. Je praat nu over de jaren 50, 60. Dat is een totaal andere wereld geworden. En noemen ze een aantal van die grote veranderingen? Nou, het is een zwaar commerciële wereld geworden. Profclubs zijn bedrijven. Ja, BVO's zoals ze noemen. Het geld en de commercie, de tv-rechten wereldwijd. Het is een beroep geworden. Zo wordt het ook beleefd. En zo wordt er ook gewerkt. Het fysieke is niet meer te vergelijken met vroeger. Dus het is een totaal andere wereld als zoals het ooit begonnen is. Of dat beter is, is weer een andere discussie. ADO Den Haag jeugdtoernooi komt er dit weekend aan. Nou, er komen natuurlijk veel ploegen uit alle landen met talenten. Is dat belangrijk voor de voetballerij dat daar jonge talenten worden ontdekt of zich verder kunnen ontwikkelen? Heel erg belangrijk. En het is ook zo dat ADO daar altijd in slaagt om hele talentvolle ploegen aan de start te krijgen. Ik ben zelf in het verleden ben ik regelmatig bij het toernooi gaan kijken. Ik werd toen echt verrast door de kwaliteit wat er dan al rondloopt. En er zijn ook in de geschiedenis verschillende spelers echt doorgebroken daarna. Hè, die hier ook op het veld actief waren. Dus ik denk dat het in alle opzichten een hele goede ontwikkeling is. Dat het toernooi terug is. Ik denk dat wij beide zeer zeker op de slotdag bij de finale zullen zijn. Om de finale te bekijken en bij de uitreiking door Louis van Gaal, die ook een bijzondere band met onze vader had, dat hij die prijs uitreikt, vinden we ook nog een extra tintje aan het hele toernooi. Andere prijzen die na afloop van het driedaagse evenement worden uitgereikt zijn de Rob van Dullemen Award voor de topscorer, de Tim Krul Award voor de beste doelman en de Wim Tapp Award voor de winnende ploeg. Bij de organisatie van het ADO Den Haag jeugdtoernooi komt behoorlijk wat kijken. Het regelen van alle logistiek en transport, het huisvesten van alle deelnemende teams en natuurlijk ook het gastvrij ontvangen van alle bezoekers tijdens het 3 dagen durende toernooi. Gelukkig zijn er talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten in aanloop naar en tijdens het toernooi. Maar ook de financiële bijdrage van sponsors spelen zeker in deze tijd een belangrijke rol. ADO TV zocht een aantal van de sponsors op. BDO die doet veel in de voetballerij. En wij hebben ons zeg maar 3-4 jaar geleden verbonden aan Westland United. Een club van ondernemers die tezamen in het ADO-stadion een skybox huurt. En dus op wedstrijddagen tezamenkomt. En dan nog wat persoonlijke kennissen van mij die bij ADO een aantal functies bekleden. En die mij dus hebben gepolst om te sponsoren. En ik heb daar niet over na hoeven te denken. Ik vond het een goed initiatief en zodoende. We nodigen relaties uit. De maatschappelijke betrokkenheid die is voor ons van belang. Schoolkinderen die gaan er naartoe. Gezinnen, gewoon een leuk dagje uit. Uiteraard een relatie-evenement. Veel klanten die voetbal-minded zijn, die vinden het leuk om een dergelijk evenement te bezoeken. Het drifting aan de buitenkant van het stadion. De autosport, die komt daar ook tot uitdrukking. Ook weer mensen die daarmee begaan zijn. Dus eigenlijk het totale plaatje maakt dat we er heel veel zin in hebben. Naam zijn bekendheid neemt toe. We doen bijvoorbeeld ook in het programmablaadje advertentie plaatsen. Ledboarding voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd. Dus mensen praten erover. Aan alle kanten werkt het gewoon goed, dat merk je. Ook in de Westlandboek zelf. Dus mooie klanten leren kennen daar. En gewoon een goede aanvulling op je dienstverlening.
mijn broer en ik zijn stapelgek op voetballen, met name. De link is gekomen toen het nieuwe stadion werd neergezet en ons gevraagd werd of jullie de medische diensten verzorgen. Ja, en dan van een komt het ander en dan kom je aanraken met de commerciële afdeling. Ja, en dan wordt het sponsoren en ook voor een goed doel. Hè. Het is voor de jeugd en daar moeten we veel in investeren om straks daar profijt van te hebben. Vanuit die medische dienst, wat is de achtergrond van jullie bedrijf? We hebben een ambulance dienst en daar zitten verpleegkundigen en chauffeurs die onder andere dus het vervoer doen. Maar met name in het stadion is het van belang dat als er iets gebeurt, dat er wel snel adequate hulp gegeven wordt door professionals. We hebben dus vier dragers, dus als er een speler gewond is en met een brancard van het veld afgedragen moet worden, dan verzorgen wij dat. Daarnaast zijn er EHBO's verspreid over het stadion. Als iemand onwel wordt of iets anders, dan worden in eerste instantie de EHBO'ers gewaarschuwd en gaan naar de afdeling toe waar, of het vak toe waar de toeschouwer ligt. Het wordt altijd gemeld aan de meldkamer. En als er dan echt een ambulance is, die staat ook stand-by. Dan gaat die manning ook kijken en dan wordt de patiënt behandeld en gestabiliseerd met name. We zitten vandaag in een van jullie bedrijven van vroeger. Waar zijn we vandaag? We zijn hier bij de servicetelefooncentrale. Deze centrale verzorgt de bereikbaarheid van bedrijven, met name 's avonds, 's nachts en in de weekenden. Als men dus hun zelf een eigen callcenter sluiten, dan komen telefoontjes hier binnen. En dan kunnen wij allerlei meldingen verwerken en ook opdracht geven om bijvoorbeeld de storing te verhelpen. Woningbouwverenigingen, dan kunnen wij een loodgieter sturen of er is een ruit kapot. Ja, zulke soort dingen doen we hier. Aankomend weekend het toernooi, wat verwacht u ervan? Nou, sowieso weer goede teams uitgenodigd. Ik vind altijd prachtig de link die men heeft met buitenlandse clubs. Hè, Club Brugge, Swansea. Ik begrijp dat Juventus ook aardig aan ADO gelieerd is. Dat belooft toch weer veel goeds. Jonge gasten, Mexico, Schotland. Dus het kan weer spannend zijn. Dus ik kijk er met plezier naar uit. Mijn vrouw en de buurvrouw die zijn een dingen begonnen, een bedrijfje waarbij het accent legt op de kindercoaching. Dus kinderen die slecht kunnen luisteren in de klas, die kunnen zij dan begeleiden, waardoor de concentratieverlies minder wordt, waardoor de kinderen beter gaan presteren. Daarnaast doen ze huiswerkbegeleiding, in deze tijd heel erg druk met examens en straks de proefwerken. Het is al met al een hele mooie naam vind ik, Mooi Jong met mooie tekeningen. En dat gaat hartstikke goed. Dus ook een van de sponsors voor ADO Den Haag met de jeugd. Gelijktijdig met het jeugdtoernooi wordt voor de tweede opeenvolgende keer het NL Drift Series event georganiseerd bij het Kyocera Stadion. Naast diverse spectaculaire driftdemonstraties wordt tijdens het weekend ook het officiële Nederlandse kampioenschap NL Drift Series Open DC gereden. Organisator van het spectaculaire event, Dirk-Jan Verhoef, licht het programma toe. Voor zover ik weet en wat ik even heb op kunnen zoeken, is dit voor het eerst, zowel in Nederland als in de wereld, dat autosport en voetbal nu een combinatie gaan worden. Drift is een autosport, waardoor je door middel je auto gecontroleerd in overstuur brengt, waardoor die gaat glijden en waardoor je een heel erg mooie vorm van spektakel krijgt. Vorig jaar 10.000 bezoekers, dit jaar hopelijk veel meer. Wat hebben jullie de bezoekers te bieden? Ook drifttaxiritten is dat de mensen voor €10 mee kunnen rijden in een auto voor 3 rondjes. Dus dan kunnen ze de ervaring zelf zien en ervaren in plaats van alleen maar het kijken vanaf de tribune. Daarnaast hebben we nog een baan staan met kleine RC-autootjes waar de jonge kinderen leuk mee kunnen rijden. Het is 3 dagen driften. We beginnen op vrijdagmiddag rond 1:00 tot 7:00. Dan zaterdagochtend beginnen we vroeg rond 9:00 tot 5:00 en zondag idem ook van 9:00 tot 5:00. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze speciale aflevering van ADO TV rondom het ADO Den Haag jeugdtoernooi. Uiteraard bent u zelf van harte welkom om het toernooi en de NL Drift Series bij te wonen. Kijk voor het wedstrijdschema en de toegangsprijzen op adodenhaagjeugd.nl. ADO TV wenst alle deelnemende teams veel succes komend weekend en alle bezoekers veel mooie voetbalmomenten. Deze uitzending nog een keer bekijken? Alle afleveringen van ADO TV zijn terug te zien op het ADO Den Haag YouTube-kanaal. Tot een volgende keer.